Oké, we zijn dus langs het tankstation gestopt, want er ging een lampje branden. We zijn weer op vakantie, hè, met Max. Dus we gaan eerst even de olie bijvullen, want anders kunnen we niet verder. En Max is helemaal zenuwachtig. Ik kan dit gewoon indrukken. We zijn bij de kamer aangekomen, want de kamer is nu schoongemaakt. En we hebben een upgrade gekregen, want we hadden eerst een zijzeezicht. Toch, zo noem je dat? En nu hebben we volle bak een zeezicht blijkbaar. Dus Max gaat nu even de kamer openen en we gaan kijken hoe de kamer is. Wow. Maar het uitzicht. My god. Het is echt heel mooi. Van een sneekachtig iets. En dit is de heftigste glijbaan die er is bij Royal Wings! Oké, dit is dus de intree van het restaurant. Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. En dit wordt eigenlijk een beetje een vakantievlog, want wij gaan op vakantie. Waar ben ik nu mee bezig? Ik ben bezig met mijn koffer in te pakken. Helemaal vol het bed nu. Maar ja, ik ben even mijn minis aan het uitzoeken. Ik heb ook heel veel van die mini parfums, dus die ga ik lekker meenemen. Want ja, dan kan ik eigenlijk gewoon meerdere geurtjes per dag, of ja per dag, ja per dag. Op een dag niet, maar per dag. Op. Dus ik ga even uitzoeken wat ik mee wil nemen. Morgen ga ik naar Zeeland en de katjes gaan dan ook al gelijk mee. En dat betekent dat mijn koffer klaar moet staan. Want zaterdag gaan we al rond 9 uur naar Duitsland rijden. Want we vliegen vanuit Duitsland naar Turkije. Dus ja, ik heb dan eigenlijk na morgen geen tijd meer om mijn koffer in te pakken. Ik ga nu gewoon alles... Zo ver mogelijk alles klaarzetten, alles bij elkaar verzamelen. Want als ik thuis kom en ik denk, oh ja, ik ben dat vergeten. Dan kan ik dat altijd nog even erbij pakken. Maar ik ga nu even verder met mijn koffer. Want zometeen komt Job en Nathalie. Want Job gaat kijken naar de badkamer. Want daar kunnen we even uitleggen waar we alles willen hebben. Daarbij, ja, dan kan hij dat bestellen. Ik weet niet precies hoe en wat. Maar in onze vakantie komen mijn vader en Job... aan de badkamer werken. Dus hebben we ook gelijk iemand die een beetje op het huis past. Dus dat is wel fijn. En even denken. En mijn zus komt ook gezellig even mee eten. Dus ik moet eigenlijk nog brokjes kopen. Ja, ik moet brokjes voor de katten kopen. Ik heb nog wel brokjes, maar ja, ze blijven toch wel een tijdje in Zeeland. 10 dagen. Hè? En we hebben op zich wel genoeg brokjes. Maar ik hou er niet van om zeg maar net mee te geven. Ik heb liever van lekker veel meegeven en klaar is Kees. Is misschien ook wel leuk om te zien. Mijn oma die had toen een keer dit gegeven. En dat is zo'n soort beschermengeltje. En eigenlijk sinds dat ik de hele tijd vlieg neem ik dit beschermengeltje mee. En ja, gewoon heel hele mooie betekenis eigenlijk. Dus die neem ik altijd mee in mijn koffer. In mijn bagagekoffer, zodat ik weet dat het dicht bij me is. Het klinkt misschien heel ja, raar allemaal, maar voor mij helpt dat of zo. Ik weet niet. Ik vind dat gewoon een hele mooie betekenis. En dan heb ik ook deze bij. En die staan een beetje voor mij en Max. Die heb ik ook nog steeds. En die zetten we gewoon op onze kamer. En ja, ik vind dat gewoon hele lieve, leuke beeldjes. En zij heeft dat natuurlijk met een reden gegeven, dus deze gaat wel mee, dit kleine frummeltje. Dit kleine engeltje. Dus die doe ik altijd in mijn tas. En ja, eigenlijk gewoon voor bescherming. Sommigen hebben dan een munt, sommigen hebben iets anders. Maar ik heb dan dat beeldje. Ja, dus dat. En nu ga ik wel mijn koffer inpakken, want anders kom ik echt een tijdnood. En dan heb ik geen zin in, want ik moet nog van alles en nog wat doen. En ik moet ook een deels... alle kattenspullen klaarzetten, maar dat kan ik op zich vanavond wel doen, want dat is nog niet zo'n hele rol. Oké. We zijn weer thuis. Ik ben terug van Zeelandhallen. Het is een beetje donker hoor, jongens. Maar de koffers zijn ingeladen. Nu gaan we richting Duitsland. Dus, let's go. Oh. Zo. Kut gepiep.
Wat doe je nou? Heb je warm? Nu al. Oké, we zijn dus langs het tankstation gestopt, want er ging een lampje branden. We zijn weer op vakantie, hè, met Max. Dus we gaan eerst even de olie bij vullen, want anders kunnen we niet verder. En Max is helemaal zenuwachtig. We gaan kijken. Hey, en dan zegt Isa dat... zijn we weer... Isa heeft weer verstand van auto's, hè? Maar nou zijn we weer 10 minuten later. Jongens, we moeten pas daar om 11:30 zijn. We zijn al een half uur te vroeg, maar dat maakt niet uit. Max heeft stress. Max heeft pas rust als we daar straks in dat bedje liggen in Turkije. Nee, ik heb rust als ik ingecheckt ben daar. Ja, oké. In de airport, want dan wordt ook nog een ding, hoor, met al die Duitsers. Oké, jongens, het is zwart, dus ik ga nu afsluiten. Doei. Nou, we zijn aan het wachten op het vliegtuig. 2:55 gaan we op boorden s'nachts. Daar staat hij. Nou, we zijn aan het wachten. We gaan zo boorden met het vliegtuig. 2:55. En dan zijn we om 8:15 zijn we in Turkije. En dan zitten we in 29 graden. Wow. Daar staat het vliegtuig. Ik weet niet, hè? Huh? Ik weet niet of het dat is. Well. Of daar. We zitten op het terras, aan het strand. Ik wel, ja. En we hebben, tenminste ik heb een ijskoffie en jij hebt een? Gewoon een colaatje en dadelijk ga ik lekker aan een biertje. Een colaatje en we hebben een tweede Mimi gespot. Max, dan moet je echt even laten zien aan ze. Het lijkt zoveel op Mimi. Oké, Max kreeg het er niet op beeld, maar kijk dit jongens, kijk mijn boekje. Alleen Mimi heeft een flufferier zo. Mimi heeft een fluffy staart en dit katje niet. Mimi is wat fluffier. Dit is echt zo'n Turkse kat. Turkse kat. Misschien is Mimi ook wel een Turkse kat. Maar even jongens, deze koffie is echt super lekker. Mooi uitzicht. 23 graden. Ja, wauw, echt een mooi uitzicht. Max heeft je wel een nacht overgeslagen. Ja, anders ik wel. Ik was heel vroeg geslapen. Ik ben al meer dan 24 uur wakker, hè? Jij hebt geslapen 3 uur in dat vliegtuig. Ja, nou, poepoe. Ik niet. Ik kan dit gewoon indrukken. We zijn bij de kamer aangekomen, want de kamer is nu schoongemaakt. En we hebben een upgrade gekregen, want we hadden eerst een zijzeezicht. Toch, zo noem je dat? En nu hebben we volle bak zeezicht blijkbaar. Dus Max gaat nu even de kamer openen en we gaan kijken hoe de kamer is. Wow. Oh. We hebben echt een mooie upgrade. Wow. Maar ik weet niet wat de andere... Maar we hebben ook echt gewoon mega bedden, jongens. Ja, als jij snurkt, dan ga je maar naar een ander bed. Snurk? Ik snurk nooit. Wow. Max is helemaal blij. Max, we hebben al heel lang geen vakantie meer gehad en wij hebben nu... Oh, ze komen voor de koffers. Echt. Klopt op de deur. Zie je? Oké, we hebben die meneer. Zo, jongens, ik ben heel wit hoor, maar ik ben ook moe. Ik ben al langer dan 24 uur wakker, dus let niet op mijn hoofd. Maar luister, we hebben hem even een tipje gegeven. Even een fooitje, want ja, ze komen toch je koffers brengen. We wilden hem helpen, maar ze zei nee. Maar ja... In ieder geval, dus we dachten, nou, dan geven we wel even een voetje. Maar het uitzicht. My god. Het is echt heel mooi. Oké, 3, 2, 1. Oh, shit. Kijk dan waar we zitten, jongens. Echt een hele mooie uitzicht. Super nice. Kijk dit, hè. Dit is het hotel. En zo loop je weer naar binnen.
serieus, we hebben echt gewoon een upgrade gekregen. Eigenlijk. Oh, badkamer, badkamer. Room. Ik ben benieuwd. Oh, wacht even, het pasje moet er natuurlijk in. Alleen, ik ben er één pasje. Ben je nu al één pasje kwijt? Oh, jongens, echt. Ik zei dat tegen Max, slik alsjeblieft een AirTag zelf in. Oh, hier. Oh ja, en dit is voor de handdoeken. Die moet jij er één hebben en ik één hebben. En die grijs is voor de kamer? Ja, allebei één. Ja? Ja. Nou jongens. Laat het zien. Het is wel echt heel mooi. We hebben hier een kluisje, dus dan kunnen we de paspoort daar zo anders... Hier, en we hebben slippertjes, Max. Die neem ik mee naar huis. Oké. Okay. Kijk, jij met je douchegordijn. Ja, ik dacht dat wij een douchegordijn zouden hebben. Maar ja, we hebben ook een upgrade gehad, hè? Nee. Oh, wauw. Is prima. Ja, jongens, wij mogen al helemaal niet klagen, want wij kunnen thuis niet eens douchen. Dus we zijn blij dat we nu 10 dagen achter elkaar kunnen douchen. Dat is echt mooi. Dus, maar dit is de wc verder. Hier een lekkere hangwc. En dan... De handdoeken hier zo met een mooie spiegel. Oh, een föntje. Dat is ook wel heel chill dat er is. Een glaasje water. Maar dat is allemaal wel standaard. Dit is ook raar, deze spiegel. Ja, het is apart, hè? Opge... Ja, ik zat te kijken, want ik dacht misschien kan je hem wel aanklikken. Maar dat is niet. Maar dat maakt niet uit, want... Mooi, hoor. Dat is nog super nice. Oké, blij mee. Hallo. Het is 's avonds. En we zijn hier bijna... 2 dagen. Tenminste, gisteren zijn we dus aangekomen. En dan hebben we al een hele dag gehad, eigenlijk. Wat hebben we vandaag gedaan? Wij hebben een heerlijke massage gehad. Wij zijn de dag lekker op het gemakje begonnen. Even lekker eerst uitslapen. Of ja, uitslapen. Rond 1:30 zijn we uit bed gegaan. Zijn we lekker gaan ontbijten. En toen zijn we heel even naar het zwembad gegaan. En daarna eigenlijk door naar de massage. Want we hadden van 12 tot 2 een massage. We hadden eerst een hammammassage. Dus heel je lichaam werd helemaal gescrubt. En daarna kregen we helemaal een full body massage. Dus dat was echt heel lekker. En daarna zijn we nog heel even lekker aan het zwembad gaan liggen. En voor de rest hebben we eigenlijk niet zoveel gedaan. Dus we zijn nu op onze kamer. Ik heb me helemaal opgefrist. Ik heb heel even mijn haar in de vleg gedaan, zodat het een beetje krult. Want ik heb mijn krultang niet bij. Dus dan heb ik het maar gewoon even in de vleg gedaan. En vaak als mijn haar nat is en ik doe het in een... Ik doe zeg maar feunen en daarna vlechten. En dan heb ik daarna een tijdje krullen. Dus zo kan het ook natuurlijk. En dus Max is nu lekker aan het douchen. En ik ben gewoon even lekker niks aan het doen. Ik heb nog even gefacetimed met mijn moeder. Want Billy en Mimi zijn daar. Dus die hebben we ook nog heel eventjes gezien. En nu zijn we gewoon heerlijk op het gemakje aan het klaarmaken. We gaan zo meteen even wat eten beneden. En Max wilde graag nog heel even naar de shopping hall. Dus ja, dat is eigenlijk wat we gaan doen. Ja, ik zal nog heel even laten zien wat voor uitzicht we nu hebben. Want het is nu 's avonds. En ik had het volgens mij gisteren zeg maar wel laten zien hoe het overdag eruit ziet. Ja, volgens mij wel, ja. Want toen heb ik ook de kamer gefilmd. Dus zo ziet het er dus uit als het 's avonds is. Kijk. Heerlijk. De lichten gaan aan. De zon is net ondergegaan. Ik zal ook nog even laten zien wanneer de zon zeg maar hier nog schijnt. Want dat is ook heel mooi. Maar voor de rest, dit is het park, om even zo te zeggen. Hier lekker het zwembad. Het zwembad is echt super groot. Het loopt helemaal door naar achter. En dan daar kan je er eventueel uit. En hier van voor heb je zeg maar het strand. Dus ja. En we hebben ook echt al een paar katjes gezien. Echt zo schattig en lief. En ook van daarnet nog zo'n heel klein babypoesje. Super lief. Zo'n klein rood katertje of poesje. Zo lief. Maar ja. Dus ik ga nu wel even wachten op Max totdat hij klaar is. En dan gaan we lekker wat eten. Want we hebben eigenlijk maar alleen ontbeten. En daarna hebben we de massage gehad. En toen waren we te laat voor de lunch. We hebben toen nog wel een pizzatje kunnen eten aan die barretjes. Want aan het zwembad heb je allemaal soort etententjes. Je kan je wafels halen, pizza, sandwich enzovoort enzovoort. Dus dat kan je nog wel allemaal halen. Dus we hebben even een pizzatje gehaald. En
ja, nu hebben we wel zin in wat lekkers. Dus ik ga even op Max wachten. We zijn lekker aan het eten. Max is al goed gekleurd. Dankjewel. Ik ben lekker aan je fruithapje bezig. Nou jongens, het is weer de volgende ochtend en we zijn weer lekker wakker. We hebben net ontbeten. En ik zal weer even het mooie uitzicht laten zien aan jullie. Ah, kijk joh. Heerlijk weer wordt het vandaag. Lekker zonnetje. En ze zijn net geweest voor de kamer lekker op te maken. Ik denk, de kamer is helemaal niet opgemaakt, maar ze hadden dit zeg maar zo gelegd als een beetje decoratie. Dus ik dacht eerst van, waarom, het ligt nog helemaal overhoop, maar dat is het niet. Dus wat gaan we vandaag weer lekker doen? We gaan vandaag heel de dag aan het zwembad liggen. Dus eigenlijk niet zoveel boeiends. En we gaan glijbanen doen. Ja, misschien hè. Dan kunnen we ook misschien gewoon een dagje doen ook. We kijken wel. Maar gisteravond heeft Max mij duizenden geleerd, want ik kan dat nog niet. Ik kan dat nu een klein beetje en ik sta al voor. En vanavond gaan we verder en dan wie gaat er winnen? Ik. Want ik hield me in. Ja. Ja, ja. Maar in ieder geval, vanavond gaan we lekker verder. We kijken heel eventjes wat we vanavond gaan doen, want gisteren gingen we naar de bazaartjes en daarna kwamen we terug op het resort, zeg maar hier zo. En toen hoorden we muziek en toen gingen we het park op en toen was dat gewoon hier op bij het zwembad daar in de buurt. Waar was er een bandje aan het spelen en dat was wel heel gezellig. En toen dachten we, nou, dan gaan we lekker duizenden en lekker meegenieten met de muziek. Nou, eet jij je fruithapje maar eens even? We gaan even van de glijbanen af. Ik ben benieuwd hoe hard ze gaan. Ik wil zo wel even zien. Hier zit ook een bar, Isa. Hier zit ook een bar. Kijk. Wauw. We gaan even van de glijbanen af. Stralend mooi weer, 28 graden. Hij staat hier aan! Ik wel! Oh, we gaan hem klappen! Dit is echt! Oh my god! Glijbaan af geweest. Maar dadelijk gaan we nog van een andere glijbaan aan. Want dat is veel vetter. Dat is deze. Waar is het eigenlijk voor glijbaan? Een slangenglijbaan. Een slangenglijbaan, maar nou, ik ben benieuwd. Jullie cobra. Jullie zien dadelijk als wij er vanaf gaan. De cobra. Wat is dat je? Ah. Oh, je ziet helemaal niks. De heftigste glijbaan die er is bij Royal Wings! Oh, dit is eng. Dan gaan er andere mensen ook vanaf. Kijk, daar gaan ze. Deze nog een keer. Woehoe!
dat is wel chill, hè? Want nou hoeven we gewoon alleen uit te stappen en klaar. Oké, Max, die gaat nu alleen van de Cobra af. En? Het is nu donderdag. Ik moest even denken wat voor dag het was. En vanavond hebben we Turkse avond. Dus we hebben straks een Turkse show. Gisteren hadden we een Mexicaanse show, zoals jullie zagen hiervoor. En ja, dus vanavond een Turkse show. Dus het zal wel iets met buikdansen zijn, denk ik. Ik heb geen idee trouwens. En daarna hebben we bingo. En Max en ik hebben allebei een kaartje gekocht. Dus we hebben weer een leuke avond, hoop ik. En we kwamen vanmiddag op de kamer. En toen had de schoonmaakster best wel leuk het bed opgemaakt. Kijk. Best wel leuk gedaan. Een soort zwaan of zo heeft ze ervan gemaakt. En ja, het is wel grappig gedaan. Dus nu ga ik lekker even mijn telefoon oplaaien. Even lekker uitrusten. En Max? Mm-hmm. Wat ga jij doen? Lekker slapen. Je gaat lekker je kontje wassen. En even lekker naar het balkon. Het is nog best warm. Het was vandaag 29 graden. Echt loeiheet. Maar we zijn al lekker verkleurd. Heerlijk. Nou, Maxje. Lekker douchen. Hoorde je dit nog? Niet wat er was. Dat is dat boren. Waar? Max is best wel een beetje verbrand, zie ik nu. Waar? Ja, dat is de vloer waarschijnlijk, of niet dan? Nee, ik was ergens op vakantie. Vakantie? Was het in Amerika? Nieuw token. Oh. Toen waren we in Amerika inderdaad en toen waren we zo moe en dan wilden we heel even 's middags slapen. Alleen toen gingen ze een paar kamers verder of zo boren. Nou, we dachten echt we worden gek. Maar uiteindelijk, ik weet niet, we hebben het gewoon laten doen. Op naar de show en de bingo. Zo ziet het er vanuit boven uit. Het is vanuit buiten. Dus nu lopen we richting het theater. Oké, we zijn dus de show verlaten, want we vonden het niet zoveel soeps aan. Maar dit is het zwembad, jongens, in het avondlicht. Mooi, hè? Kijk, en dit is dan ons hotel. Oh, het is wel heel mooi verlicht. Ik kan ook dansen in de show. Nou ja, daar was dus de show. Oh, dat is daar. Maar ja, we zijn daarmee gestopt. Oh. Nou ja, weet je wel, Max zei, ja, in die jurken, daar kan ik ook nog wel rondjes draaien. Ik zag Max al helemaal staan in die jurken. Oké, nu gaan we richting de bingo. Ja, gewoon. Nou, dit is zeg maar waar je een beetje doorheen loopt. En dan lopen ze zeg maar zo over bruggetjes heen. En die hebben allemaal
uit, ja, hoe noem je dat? Van die punten waar ze uitsteken. En dan kan je overal nergens naartoe. Zo ga je richting het strand. En zo ga je richting terug het hotel. Dus. Maar ik moet zeggen, het is heel mooi aangekleed. Het is ook een aanrader hoor, dit hotel, echt waar. Dan zo. En hier kan je dan zeg maar eten. En wij zitten ergens hier zo aan de voorkant, maar dan dek ik hier van onder. Ja, ja. Mooi hoor. We zitten nu lekker bij de bar. Lekker een maliboekje en een wijntje. En we zijn aan duizenden. En ik heb nu uitgespeeld, dus we gaan even punten. Hier met Bash, 25, 25. Gaan we winnen? Zo jongens, ons allerlaatste nachtje hier. Morgen hebben we nog best wel een redelijk dagje wat we nog lekker aan het zwembad kunnen gaan zitten. Maar nu, vandaag is echt ons laatste nachtje. Ik ben al bezig met mijn koffer in te pakken. Even alle spullen een beetje ordenen en kijken of we echt alles meenemen. Wij lagen nog aan het zwembad en toen zat ik te denken van, nou, eigenlijk hebben we nog niet echt heel goed het resort überhaupt laten zien hoe het er een beetje van binnen uitziet, van buiten eruit ziet. Dus we zijn wat eerder gaan douchen voor jullie en we zijn aan het klaarmaken voor vanavond eigenlijk. En we gaan jullie gewoon meenemen vanavond. En het allerleukste is dat ons laatste avondje sluiten we af met een Halloween party. Want vandaag is het Halloween. En dat gaan ze dus hier ook vieren. Ja, vieren. Ja, eigenlijk wel. Dus het ziet er echt heel leuk uit. Ik neem jullie gewoon mee en dan kunnen jullie ook meegenieten. De kamer zelf is nu even een behoorlijke troep. Maar we gaan lekker opruimen, een beetje inpakken alvast. En als we morgen wakker worden, gaan we lekker even douchen, een beetje opfrissen. Even de koffers sluiten en dan gaan we uitchecken. Maar we blijven eigenlijk tot de avond in het hotel. Want we vliegen pas 11:45 Turkse tijd, om even zo te zeggen. Want het is zeg maar, zondag is de tijd teruggegaan, een uur. Dus nu is het 2 uur verschil. In plaats van 1 uur. Maar dat maakt niet uit. Zoveel, met 2 uur heb je niet zo heel veel last. Maar bijvoorbeeld net als je naar Amerika gaat, dan heb je al snel 6 uur verschil. Dus dat is wel heavy. Maar we hebben alles lekker te droog gegangen. Hier zo ook. De laatste mensen zijn richting de kamer aan te gaan. Of lekker nog aan het liggen natuurlijk. Want het zonnetje schijnt gewoon nog. En we gaan straks ook nog even naar het strand. Ja, we hebben ook nog aan de pier gelegen. Alleen er stond best wel een behoorlijk koud windje. Dus we hebben eigenlijk voor gekozen om daar niet meer te gaan liggen. En gewoon lekker aan het zwembad te liggen. En dat is helemaal prima. Alleen het water is hier ijskoud. Want ik denk, even zonder grap, dat het water gewoon 5 graden is of zo. Want als je erin gaat, dan voel je gewoon helemaal je longen, zo, weet je wel. Maar op een duur, je went er wel aan. Maar op het begin dat we hier waren, nou, ik dacht echt dat ik dood ging. Zo koud was het. En ja, naarmate dan ben je eraan en dan, je kan er beter in één keer in duiken. En dan ben je er snel aan gewend. Maar het blijft gewoon een vervelend gevoel. Het is wel, ik had het water wel iets warmer gemaakt. Maar ja, we doen daar natuurlijk geen verwarming in, want ja, dat is een onzin natuurlijk. Maar we hebben echt super lekker weer gehad. We hebben altijd rond de 27, 28 of 29 graden gehad. Dus ja, we mogen echt niet klagen. We hebben heerlijk kunnen uitrusten. Maar ergens moet je ook weer naar huis, helaas. Nou, ik ga even verder met inpakken met mijn koffer. Kijk, dit is mijn koffer. En dit zijn een paar tasjes ervan. Dus ik ga even lekker inpakken. Dan hoef ik morgen niet te stressen. Dit is dus de gang. Waar wij slapen. Zo. En iedereen heeft zeg maar zo'n bordje. En er staat dan of slapen of schoonmaken.
En dan kan iedereen gewoon zien van, of iedereen, de schoonmakers kunnen dan zeg maar zien van, oh, er moet schoongemaakt worden of ze liggen nog te slapen. Ja? Oh, dit is dan de lobby vanuit hier zo. En Max heeft... De tijdschriften van hier niet. Kunnen mensen zelf pakken. Nee, die leggen we wel eventjes normaal terug, hè? Nou, dit is dus de lift. En dan... We zijn buiten nu. En we gaan... Ja hoor. Oké, we gaan richting de strand lopen. Kijk, wij lagen hier zo. Maar ja, dan is het best wel frisjes hoor. Want hier staat best wel een windje. Nu hebben we kleding aan en dat is op zich wel lekker. Maar als je geen kleding aan hebt, dan is het echt best wel koud. Oké. Zo is onder. En dit was ons hotel. Yes. Royal Wings Hotel. Is hotel. Oh, is, lijkt, is hotel, je hoort het daar van Max. Net dat het vanavond een beetje gaat regenen. Hoi. Hoi. Lijk jij op Mimi? Huh? Lijk jij op Mimi? Ja, jij lijkt op Mimi, hè? Ben jij ook zo'n divatje als Mimi? Ben jij ook zo'n divatje als Mimi? Ja! Oh, poepkaartje. Het is ook wel mooi hoor. Nou zeg. Ja, die, sommige katjes die houden echt van aandacht. Oh, ja jongens, er zit hier ook echt een kitten. Zo'n kleine rode kitten. Ja, dat is echt te schattig. Maar we hadden hem even een tijdje niet gezien. Maar vanmiddag zagen we hem bij de... Hoe heet dat? Bij het zwembad. Zo. Zonder steek. Oké, dan gaan we hier rechts af. Of links bedoel ik. Nee, jullie maken het toch niet mee. Dus maar niet. Heb je een wat kleinere zwembad? Is dit ondiep? Ik denk dat dit voor kleine kindjes is. Oh ja. Ja, aanrader, mocht je kleine kindjes hebben. Het is echt een leuk hotel voor kleine kindjes. Ze organiseren heel veel voor kleine. Of überhaupt voor kinderen.
Het is wel heel mooi. Kijk, dit is theater. Oh ja, theater. Ja, ik zelf vond de shows tegenvallen. Maar je moet er denk ik ook van houden. Ja, het is ook een beetje na seizoen, hè. Ja. Maar ik vond het nogal, zeg maar, het was iets van Mexicaanse dans hadden we. En een Turkse. Maar ik vond het heel veel op elkaar lijken ergens. Alleen de jurken niet. Maar ik moet zeggen, de aankleding, alles is wel echt heel mooi. Je hebt wel echt het gevoel dat je op vakantie bent. Deze willen wij in onze woonkamer. Ja, deze willen we dus in die hoek bij onze woonkamer. Paradijsvogelplant, toch? Ja. En hier hebben we dan straks het restaurant, daar kan je lekker eten. Hierachter, zeg maar hier, daar zit dan de arena, daar doen ze dan de shows. En hier heb je lekker douches. Alleen wat ik zei, het zwembad was echt volgens mij 5 graden of zo. Ja, dat was echt koud. Dat vond ik echt een tegenvaller. Oké, dit is dus de intree van het restaurant. En dat hebben ze dus nu zo aangekleed. Organiseren wel heel veel. Oké, door naar de Halloween party aan de swimming pool. Heb je er zin in, Max? Swimming pool, poolbar, jongen. Oh, ja, hetzelfde toch. Doei. Zo, kijk. En zo is het dus. 'S Avonds. Oké, heel boeiend. Oké, we lopen nu richting de poolbar. Hoe het ook heet. De Halloween party is voorbij. En wij gaan lekker naar bed. Het is nu 20 graden. Oh, het is koud. We zitten op 14:13. En dan hou je zo je pasje ervoor. Tadaa! Oeh, het is hier heel koud. Zat hij echt wel aan. Zo, de koffers zijn ingepakt. We worden 7:15 opgehaald. Dus ja, dus we hebben nog eigenlijk een hele dag. We hebben net lekker ontbeten. We hebben op het gemakje even een beetje opgefrist. Even denken hoor. En dan kunnen we nog middag eten. Dus lunchen kunnen we nog en we kunnen avond eten. En nu gaan we lekker aan het zwembad liggen. Lekker zonnen nog. Even de laatste uurtjes zon meepakken. En dan gaan we rond 4:00 misschien even lekker douchen bij de spa. Even helemaal klaarmaken voor de avondreis. En dan gaan we daarna lekker eten. En dan wachten op de bus die ons op komt halen voor naar het vliegtuig. Dus het is eigenlijk op zich wel allemaal tot nu toe goed geregeld. Alleen het moet nog even in de praktijk goed gaan. Maar daar heb ik geen zorgen over. Want de heenreis ging ook hartstikke goed. Dus dat is helemaal geen probleem. Maar ik ga jullie even nu inpakken, want wij gaan zo naar het zwembad. Filmt mij wel, maar nu ligt hij er zelf ook in. Max vindt het wel lekker, maar bij mij deed het echt pijn bij mijn benen. Vind je het lekker, Max? Zo, we zijn weer heerlijk thuis. We hebben weer even bijgeslapen. Want we waren rond 5:00 thuis. Dus we hebben tot 12:30 even geslapen, even lekker uitslapen. En nu hebben we even onze koffers uitgepakt. En hebben we even alles verzameld in de wasruimte. Maar we gaan nu lekker opfrissen. We gaan even douchen. En dan rijden we even om een broodje. En dan gaan we door om Billy en Mimi op te halen. Dus bij deze ga ik de weekvlog beëindigen. Eigenlijk de vakantievlog. En in de volgende vlog gaan jullie zien dat we Billy en Mimi op gaan halen. Dus bedankt voor het kijken naar deze vakantievlog. Vonden jullie deze vlog nou leuk? Like het en abonneer. En dan zien we jullie de volgende keer weer terug. Tot ziens!